Kleurcontrasten, maar die analyse maak je natuurlijk niet. Omdat je eigenlijk het gevoel hebt of je in een andere dimensie wordt geslingerd. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ik ben zo blij dat u mij allemaal nog kent. Mijn broer is grappenmaker, men noemt het ook al cabaretier. Vertel mij nooit een goede grap. Het is niet aan mij. Heeft u mij wel nodig voor een leuke avond? Vanavond bij de AVRO. Hoogtepunten uit het Nederlandse cabaret. Met commentaar van Jacques Kleuters en Kik van der Veer. Presentatie Roland Kooijmans. Waar beginnen we mee? Nou, ik heb hier een fragment van Joep van het Hek. Ja. Die ook beweert dat wij niet meer te chockeren zijn. Ja. Maar hij noemt één uitzondering. Oudejaar. Joep van het Hek. Wij zijn niet meer te chockeren. Actually, the kilt is nice. It's just you. Oh, stop, please. Should old acquaintance be forgot? Old acquaintance be forgot. Be forgot. Be forgot. Forgot. Welkom bij Waterwerk, het actuele magazine vol informatie over onze fascinerende maritieme sector. We beginnen met de internationale waterbouwsector. In de haven van Harwich is de nieuwe Queen of the Netherlands bezig om de haven uit te diepen. We gaan naar boven. Goed, ik ben heel benieuwd. Hopelessly devoted to John Travolta, die toen ook nog een heel ander imago had. Dat was toen een soort Marco Borsato. Nipper, waar ben je? Ah, en daar ben je, Nipper. Ja, en nu naar ons hoofdonderwerp voor vanavond. Vriend en vijand is het erover eens dat China in de komende eeuw de belangrijkste groeimarkt ter wereld zal zijn. En daarom zijn heel wat Nederlandse ondernemers op zoek naar een Chinese zakenpartner. Het is links altijd de tweede ster. Kortom, het is niet meer zo ver. Hier is het goudstaven finale spel. En ze mogen het evenwicht absoluut niet verliezen in dit videogame. Tenminste mogen ze twee keer in leven. Oh, één leven al verspeeld. Fijn dat u er nog bent. Ik zie dat u het perspectief voor de toekomst hebt ontvouwd. Dank u. Alter, noemt u mij maar gewoon A. Belga, ik word meestal B genoemd. Zeeman, voor u C. Aangenaam. Nederland een half jaar lang aan het roer van Europa. Amsterdam op zijn kop. Het wordt een succes, want het verdrag van Amsterdam, dat komt er. Maar wat toch wel als het grootste en door velen zelfs als een persoonlijk verlies wordt gevoeld, is de dood van Diana, de Princess of Wales, Lady Di. Kijk, ik kost bakken met geld, echt bergen vol. En deze experimentele presentator kost niks, helemaal niks. En dit hier is ook helemaal niks, sterker nog. Drie keer niks, kijk maar. Maar het is wel ontzettend goedkoop natuurlijk, zo'n VR-studio. Liefst 10,5%. Je moet eigenlijk zo'n beetje erin kijken om te zien waar de Groene Democraten zich nog ophouden. Ja, het is Rens Woude weer gelukt. De opkomst daar 81,3%. Dat is dus flink boven het landelijke gemiddelde, wat ongeveer op 70% uit zal komen. We gaan eens kijken wat daar gebeurd is in de gemeente waar altijd de eerste uitslag vandaan komt. De Partij van de Arbeid. Weet ik veel. Ik moet een spotje maken voor de Sterrenbeek Show. Donderdagavond is, 8:30, postcode loterij. Zou het misschien te maken hebben met dat het voor de natuur is of zo? Oh, misschien wel. Maar dan mogen er wel wat blaadjes aan die bomen hier, hè? En hij zingt. Dus het lijkt me verstandig om nu maar eens even gewoon een liedje voor je te doen. Wat dachten we daarvan? Au!
En hij droomde van toen en toen en toen. Tine, wacht eens even. Ik heb hier nog een brief. Deze brief, lees eens even. Ja, daarboven op de stapel. Ja, op de bovenste stapel. Ja. Graag zouden wij een toffe dag willen doormaken in het gezelschap van Get Ready. Ja, maar Beer, zo krijgen wij honderden brieven. Daar kunnen we toch niet op ingaan? Die mannen van Get Ready die hebben helemaal geen tijd. Nee, Tine, maar het eigenaardige is, de brief die is van Get Ready. Wat? Onmiddellijk klasseren. Ja, maar waar? Ja, ergens onderaan de stapel. Ja, onderaan de stapel, Tine. Maar ik doe dat altijd in klasseurs. Tine! Dag, Tine.